We zijn hier op Elswoud, dat is een buitenplaats in Overveen, vlakbij Haarlem. En er is hier superveel te zien en te ontdekken. Op deze buitenplaats heb je hier bijvoorbeeld een heel mooi bloemrijk grasland. En hieromheen een stuk bosgebied met eeuwenoude bomen. En eigenlijk over alles is heel goed nagedacht en alles is aangeplant. En toch ziet het er super natuurlijk uit allemaal. En in dat bos en hier in deze bloemenweide, daar leeft ook van alles. Dus juist die variatie zorgt dat heel veel planten en dieren zich hier thuis voelen. Wat deze plek voor mij bijzonder maakt, is dat ik hier vlakbij in Haarlem woon. En dat is best wel een drukke stad. En als ik dan hier naartoe fiets en dan loop ik hier de poort binnen, dan stap je eigenlijk terug in de tijd. En ja, ik kom hier echt helemaal tot rust. Dat je omringd wordt ineens door allemaal bloemen, bomen en nou ja, ook allemaal dieren natuurlijk. De vogels fluiten hier prachtig. Als je hier 's avonds loopt, dan is het echt één groot concert. En dat heeft op mij echt een heel goed effect. En als je nou zelf iets wilt doen om de natuur te helpen, begin gewoon klein in je eigen tuin. Nou ja, dit is ook ooit aangelegd als hele grote tuin, maar zelfs in een kleine tuin of op je balkon kan je heel veel betekenen door planten of bloemen neer te zetten die aantrekkelijk zijn voor insecten en andere dieren. Nou ja, dat is leuk voor de natuur en ik denk dat je er zelf ook heel blij van wordt.